Loris Hezemans, hoe is het om de naam Hezemans te hebben? De naam Hezemans hebben, dat is, uh, ja, dat is natuurlijk een, zeker in de autosport een fantastische naam om te hebben. Uh, voornamelijk van uh, mijn opa Cheudi Aré. Mijn vader natuurlijk, uh, ja, heel bekend geweest in zijn carrière. Dan naar mijn broer Mike Hezemans. Uh, tot en met ik. En uh, zelfs mijn klein broertje, Liam Hezemans, die uh, nu ook aan het karten is. Uh, dus de race ik... zit er echt in, van uh, ja. jullie. Maar uh, tegelijkertijd, uh, naam Hezemans betekent, uh, ja, verwachtingen staan heel hoog. En uh, zeker vanuit de familie, voornamelijk. Dus, uh... Oh ja, vertel eens, je vader zit je echt achter de vodden? Ja, dus uh, mijn vader nog steeds, tot en met uh, vandaag, uh, volgens mij heeft hij nooit een race van mij gemist. Uh, ga naar elke race mee als wij. Uh, Vier uur ochtends moeten vertrekken, hij is erbij en hij is volledig in val te mee, Maar uh, kleine anekdote, zeg maar. Mijn eerste race die ik reed in 2014, Clio Cup. Uh, ik weet nog heel goed, ik kwalificeer mijn negende. Ik sta op de start, uh, starting grid. En uh, mijn vader loopt naar me toe, zo vijf minuten voor de start. En die zegt: Ja, je snapt me natuurlijk wel, als jij nu vijftiende of zestiende wordt, dat, uh, dan stoppen we natuurlijk met het racen. Dan, dan heeft het weinig zin, zeg maar. Dus ja, eerste race, geen proefstart gemaakt. En dan denk je, nou, uh, het, uh, de druk zit er wel meteen zeg maar, goed op. Maar, en broer, uh, waar finish je, je toen? Ja, vijfde. Dus okay. uh, toen zei hij ook, toen uh, liep hij na de race naar me toe. En hij zei, ja, dat was goed. Dus uh, we kunnen verder. Okay. <laughs> maar is hij involved als, als coach of is hij ook op andere manieren nog bij betrokken? Ik denk, ik denk als coach, uh, meer op het vlak dat uh, hij probeert wel alles te analyseren. Maar het is natuurlijk. Mijn vader heeft ook al zelf sinds heel lang niet meer gereden. Um, dus ik denk dat hij meer pro probeert gewoon te zien, oké, okay, wat doen laten we zeggen de snelste. En hij probeert daarvan te leren. Um, en dan dat naar mij eigenlijk doorgeven. Dus uh, je ziet bijvoorbeeld, dan, uh, hij pakt verschillende sectetijden van iedereen. Secte 1, 2, 3 en dan zegt hij, ja, hier ben je al goed, maar uh, hier uh, slaat echt nergens op, dat kan niet. Kan jouw vader jou coachen, of is het te lang geleden dat hij zelf echt actief als coureur uh, is geweest? Ik denk niet meteen direct coachen, maar uh, wat hij wel zeker kan doen... ...en dat doet hij al, uh, ik denk al met Michael en, uh, en, voor, en ook daarvoor al... Uh, ...is voornamelijk dat hij probeert altijd zelf te stopwatchen. Uh, en dan probeert hij altijd de sector zeg maar, op te pakken. Dus hij maakt voor zichzelf eigenlijk sectors. En uh, dan zie je dat hij... Ja, dan zegt hij oké, okay, bijvoorbeeld hier win je een tiende, hier verlies je een tiende. En uh, probeer dat uh, recht te trekken. Dus uh, op die manier kan hij inderdaad mij coachen laten zijn. En, en hoe gaat het thuis, als jullie aan tafel zitten te eten, praat hij dan alleen maar over vroeger racen, dit en dat. Alles was beter en dat soort dingen? Ja, nou, alles, alles was beter, zeker niet eigenlijk. Hij zegt ook zelf, uh, hij zegt, ja, hij won bijvoorbeeld met Daytona 24 uur in uh, 1978 met uh, ik denk 26 ronden voorsprong. En hij zegt tegenwoordig heb je zes auto's die zitten binnen 30 seconden bijvoorbeeld. Dus hij zegt eigenlijk op één manier is het, is het niveau of zeker de competitie is veel hoger geworden. Ook omdat de auto's veel meer bij elkaar zitten. Maar uh, als wij thuis zijn moet ik wel zeggen dat er wel enorm veel over uh, autosport op één of andere manier wordt gesproken. Dat Jullie zijn ook liefhebbers leuk. allebei. Ja inderdaad echt lief, liefhebbers. Uh, ik ook eigenlijk heel veel van Drees uh, ja, van, van vroeger. Dus ik weet er ook zelf heel veel van. Uh, ik vind het ook echt een uh, super tijdperk om uh, te zien. Zeker de zo, jaren 70 tot en met eind uh, 80, eigenlijk. Uh, en ook daarvoor. Dus uh, ja, ik probeer, me daar eigenlijk steeds meer, of ik probeer daar steeds meer van te leren. Eigenlijk. Ja. Kijk hem naar jouw broer Mike. Uh, zijn carrièrepad is heel anders dan dat van jou. Ja, Mike heeft op het allerhoogste niveau gekart. Jij niet. Nee. Uh, Mike GT's gedaan. Jij ook. Uh, relatief weinig, maar daar ja. ligt niet jouw eerste voorkeur. Dus. Hoe is dat zo ontstaan? Dat Mike het heel anders heeft gedaan dan jij nu? Ja, dus uh, dat kwam ook eigenlijk bij Mike een beetje doordat. Uh, tegelijkertijd was mijn vader uh, ja, bezig met Rotax. Hij heeft eigenlijk de import van Rotax uh, overgenomen wereldwijd. En dat was drie jaar de grootste drama mogelijk. Uh, maar na drie jaar werkte dat in één keer. En toen hadden ze uh, ja, een mega uh, groot aandeel in de markt. Uh, en toen de tijd reed Mike voor mijn vader met Rotax. Dus ik denk daarvan. Dat hij één heel veel gekart heeft. Um, en toen is hij natuurlijk ja, inderdaad die GT-kant ingegaan, redelijk vroeg al. Uh, ik denk dat dat te maken heeft met mijn vader, die was altijd in zijn tijd altijd meer van de waren gerezen. Uh, dat zei hij zelf ook. Um, en ik denk dat hij qua veiligheid vond hij nog steeds de wagens sowieso wat te gevaarlijk eigenlijk. Wat vind je vader ervan dat jij voor de Nesca-kant hebt gekozen? Nou, eigenlijk is dat iets wat we eigenlijk samen hebben gekozen. Dus uh, ik. Ik ben begonnen met uh, dus Clio Cup, daarna TT cup TCR. Dus ik heb een beetje van alles gereden. Toen uh, inderdaad deed ik uh, gerekende GT3, dus in de Blankbank klasse, uh, Met mijn en met Lambo. En uh, we hebben eigenlijk in 2017 besloten, of uh, sorry, 2018 besloten om bij Grassen te rijden. Dus we hadden de kans om uh, daar te rijden, een heel goed team. Maar er waren vijf races. En we dachten eigenlijk, ja, we moeten proberen iets te vinden dat ik gewoon meer tracktime heb. Dus dat ik meer kan rijden eigenlijk. En uh, toen hebben we besloten voor die EuroNescar. Dat kwam eigenlijk via, ik zag het op Facebook voorbij komen. Kennis van ons, Anthony Kumpen, die reed er al in. En uh, van daaruit zijn we gaan testen. En eigenlijk ja, na die eerste vijf ronden zei ik tegen mijn vader. Ik zei, dit is de leukste auto waar ik ooit mee heb gereden sowieso. Dus uh, eigenlijk op die manier is het al rustig beginnen rollen. Maar uh, vanaf de eerste race in Valencia was dat volgens mij, 2018. Uh, ja, die won ik bijna. Dus uh, eigenlijk van daaruit is het in één keer. Uh, in... Ja, dat zijn de Euro Series, zeg maar de Europese de Euro afdeling, maar ja. wel het officiële NESCAR wat erachter zit. Hè? Ja, dus het wordt inderdaad volledig ondersteund uh, door NESCAR zelf. Ze hebben, voor, als ik me niet vergis, in 2019 nog tien jaar uh, getekend samen met NESCAR. Dus uh, dat maakt ook, toen ik in 2019 de kampioenschap won, kon ik ook naar Amerika en een, en een race rijden daar. Ja, en je bent ook op de, de grote NASCAR prijsuitreiking geweest, hè? Klopt inderdaad, dus ik dacht... Uh, ze zeiden, ja, je kan naar Amerika en dit en dat. En ik denk, ja, oké, okay, dat zal wel hè, een aparte prijsuitreiking zijn voor euro, NASCAR of zoiets. Uh, nee, er was gewoon een zaal met 1200 man en uh, alle rijders uh, van Xfinity-series, trucks. Uh, alleen de Cup niet, dat is inderdaad apart. Maar alle andere series waren daar, dus... Hoe uh, ben je wel... daar naar jou gekeken? Ja, maar uh, ik moet zeggen met heel veel respect, uh, je merkt dat in Amerika, het is heel, ze vinden dat heel belangrijk als je een kampioenschap kan winnen. Want voor hun is dat zeg maar, dat betekent dat je constant kan zijn, dat je ja, constant kan finishen eigenlijk, dat het niet zeg maar een one shot is, dat je een keer wint en dan daarna dat je bijvoorbeeld de auto crasht of, uh, of zoiets. Dus uh, eigenlijk heel veel respect ook van de van de rijders van XFINITY, die kwamen naar me toe, uh, congratulations, great job, we followed you. Dus dat ik echt dacht, oh, You follow me. Oké. Okay. <laughs> me too. Maar er is ook van mijn andere sfeer bij NESCAR. Het lijkt wel alsof ze de laatste paar jaar echt veel meer openstaan voor buiten Amerika, zeg maar. Mexicaanse coureur in NESCAR, ze hebben een heel programma. Uh, Drive for Diversity heet dat, weer ook voor mij nog even uh, ja. kort in het meegedraaid. Ze willen echt meer dan alleen in Amerika populair zijn. Hè? Ja, ik, ik denk ook dat je ziet, uh, bijvoorbeeld hier in Nederland ook, maar een beetje overal dat NASCAR toch echt wel uh, goed oppakt. Wij zien, of ik zie het direct eerder. Uh, met de Euronesco weekend. Als je zo ziet, uh, in een normaal jaar hebben wij dan zo gemiddeld 30.000, 35.000 man die daar een race komt. En dan als je pakt onze groot evenement, of grootste evenement, dat is Brands Hatch. Uh, daar rijden we op uh, dat baantje van, uh, ja, wat is het, 47 seconden of zo. Maar uh, in een heel weekend hebben we toch uh, 80.000 mensen. Dus we zijn een van de grootste evenementen op Brands Hatch bijvoorbeeld, naast de BTCC volgens mij. Gaal vooruit kijken, want je gaat naar Amerika toe. Wat is precies het plan? Het, uh, het grote plan is eigenlijk om in Xfinity te gaan rijden. En het idee daarmee is om te proberen mijn licentie, laten we zeggen, steeds hoger en hoger te krijgen. Dus in NASCAR, eigenlijk, maakt niet uit wie je bent, maar je moet op een gegeven moment beginnen op een kleine oval. Dan opbouwen naar, dus van uh, 1 mijl naar 1,5 mijl, naar een 2 mijl, naar een superspeedway. En uh, dat is het eigenlijk voornamelijk om dan uiteindelijk mijn licentie te kunnen hebben voor de Cup Series. Oké, okay. en wanneer wil je dan in de Cup Series gaan rijden? Nou, het doel is, uh, het doel is volgend jaar al. Uh, natuurlijk niet, zeker niet uh, fulltime, uh, als het kan natuurlijk wel. Maar uh, het doel is eigenlijk om al volgend jaar te kunnen rijden een paar races in de Cup Series. Maar hoe? Hoe dan? Want er is nog nooit een Nederlander geweest die überhaupt Nesca Xfinity heeft gereden. Jij vorig jaar het allerlaatste moment het wedstrijdje, maar nu ga je echt beginnen. Nog nooit een Nederlander überhaupt iets in Nesca in Amerika kunnen doen? En dan ga je gelijk richting het allerhoogste niveau. Althans, het is het wilde plan wat je hebt. Inderdaad, het is, uh, het is een plan wat we hebben. Uh, nu, zeker met de opkomst van de nieuwe Cup-auto. Dus uh, in 2022 komt er een nieuwe Cup-auto. En die, wordt, die is eigenlijk gebouwd initieel door Dallara. Uh, daar gaat het maken dat de auto's veel meer, laten we zeggen, of er veel minder verschil tussen de auto's gaat zijn. Tussen een groot team en een klein team. Tegen, nu is het zo dat uh, een groot team bijvoorbeeld die bouwt. Per circuit een ander chassis. En een klein team kan, kan daar niet tegen op. En uh, dus nu samen met uh, eigenlijk uh, Hezenberg. Dus uh, misschien voor sommigen is dat een bekende naam. Als je al wat langer uh, meeloopt ja. in de autosport, Hezenberg, leg inderdaad, het maar uit. Dus inderdaad, Hezenberg, uh, dat is uh, ja, Hezenmans, dus mijn vader, Twan Hezenmans, en Ernst Berg. Uh, die vroeger ook uh, Jan Lammers hebben gesponsord in de Firm Leen. Uh, we zijn eigenlijk bezig om een team op te richten om het eerste Europese team te worden in de NASCAR Cup-series. Maar dat wordt een Heeseberg Racing? Klopt inderdaad, dat zal Heeseberg Racing worden. Dus het wordt een Nederlands team, wat in het Amerikaanse NASCAR op het allerhoogste niveau gaat rijden, ja. met een Nederlandse coureur. Klopt inderdaad. oranje dus dan... boven in, uh, in de Amerikaanse? <laughs> zo oranje boven uh, inderdaad, klopt inderdaad. Maar zeker als ik dat zo uitleg als nu, is dat wel super ambitieus? Dat is zeker. Dus, uh... Het is, we zouden het ook, we hebben er ook lang over nagedacht. We hebben met veel teams uh, gesproken die al in de cup serie zitten. Uh, waardoor het, wat wij heel interessant ervan vinden is gewoon het uh, marketing-site. Uh, voornamelijk dat er zoveel publiciteit is. En daardoor dat het ook heel interessant is om sponsors te kunnen krijgen, uh, zeker in Amerika. Het is uiteindelijk een van de grootste sports uh, die er is in Amerika. Uh, maar inderdaad, we hebben daarvoor ook, ja, we hebben natuurlijk een heel lang raceteam gehad. Uh, we hebben twee keer de 24 uur van Spa gewonnen, wat ook niet uh, zomaar een race is. En uh, ik denk een keer of vier uh, tweede geworden in het uh, Via GT1-wereldkampioenschap. Dus natuurlijk is het ambitieus. We verwachten ook zeker niet dat we daar komen en uh, dat we meteen vooraan rijden. Maar wat we willen doen is uh, een mooi project opbouwen met goede mensen. En dan proberen we dat steeds verder door te bouwen eigenlijk. En dan is er nog een Nederlands tientje als ik kijk over het ontwikkelen van de motor. Dat klopt inderdaad. Dus daarnaast uh, zijn we bezig met inderdaad uh, Heisenberg Systems. Dus Heisenberg Systems, wat we eigenlijk mee bezig zijn, is om zelf onze eigen NASCAR Cup motor te bouwen. En dat zou op basis zijn van een Toyota. Oké. Okay. Maar NASCAR ook al kijken die wat meer over de Amerikaanse landsgrenzen heen tegenwoordig. Zeker met die nieuwe auto die komt. Terecht, het is een goed moment zou je zeggen om in te stappen. Als je het wil doen, moet je het dan doen. Dus in 2022. Maar dan nog, het blijft toch vooral een Amerikaanse sport. Je maakt het jezelf wel extra moeilijk om het met zo'n Nederlandse basis te doen. Of kan het anders niet? Ik denk, ik denk, ik denk het heeft zijn... Ergens, ik snap inderdaad jouw punt, het heeft misschien zijn nadeel... omdat wij natuurlijk van, hè, van Nederland komen en ze denken... ja oké, okay, wat gaan hun ons vertellen wat, wat, wat wij kunnen doen, zeg maar. Maar tegelijkertijd, ik denk, het sterke punt is dat wij komen met... Mensen die, ik zal niet namen noemen, maar mensen die vroeger in de Firmleen en DTM. Je mag zaten. namen noemen voor mij. Ook. We zullen het even naar buiten houden. Oké, okay, jammer. jammer. Wanneer, wanneer mag je dat wel noemen dan? Binnenkort. Okay. Hopelijk binnenkort. Komen nou, we terug. Dan. Ja. Ja. En uh, dus mensen die vroeger in de Fleen zaten en in de DTM. En uh, op dat vlak denken we dat we met die mensen dat we echt een product kunnen naar buiten brengen. Wat uh, hopelijk eigenlijk net zo goed is, of natuurlijk een stapje beter. Wat kost dat? Zo, zo zal een NESCAR team beginnen. Wat kost dat, dat uh, enorm veel geld? <laughs> dat kost het zeker. Uh, enorm veel investering is dat. Natuurlijk, voor ons het, 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 het grootste punt is, wij proberen eigenlijk iets te doen samen in samenwerking met al een bestaand Amerikaans team. Dus dat betekent, wij willen niet daar naartoe komen en meteen een heel infrastructuur eerst kopen. Wij willen eigenlijk een soort van joint venture doen met al een bestaand team. En daarmee ook. Alvast hun ervaring, alvast, uh, alvast meenemen. Maar er zijn eigenlijk heel veel opties. We proberen ja, zoveel mogelijk teams in contact, uh, mee in contact te raken. En kijken wat de beste optie mogelijk is. Hebben jullie iets van een planning? Oké, okay, je gaat dit jaar nog een aantal Xfinity races rijden. Om, om een licentie te hebben, zeg maar, om volgend jaar dan de cup te doen. Dan natuurlijk een hele technisch verhaal en alles om dat neer te zetten. Wat zijn jullie ambities? En wat zijn jouw persoonlijke ambities? Dus... Want is het niet voor jou veel makkelijker om te zeggen... Nou, ik... Ga bij een Amerikaans team rijden, dan heb ik veel meer kans op succes. Er is één een, een probleem, laten we zeggen, bij een Amerikaans team rijden, en dat is de kwestie van het budget wat je moet brengen om te kunnen rijden. Um, het interessante is, en hoe wij dat gezien hebben, laten we zeggen is dat als je je eigen team kan starten en je kan dat op een slimme manier doen, dat je het met de juiste mensen doet, maar dat je niet te uitgebreid, dat je in één keer komt met honderden en honderden mensen is dat een hele interessante, laten we zeggen, markt om een team te starten. Dus uh, dat kan zelfs heel rendabel zijn. Terwijl als jij... Hoe kan dat rendabel zijn? Voornamelijk omdat uh, je hebt uh, charters in uh, NASCAR. Dus dat is eigenlijk een, uh, een vaste startplek die je dan hebt. En uh, daar zit natuurlijk in NASCAR heel veel prijsgeld aan uh, verbonden. Uh, noem maar een bedrag als je bijvoorbeeld... Dit is als jij Daytona wint. Als ik me niet vergis is het prijsgeld 1,2 miljoen euro. Voor alleen de race. Dat is natuurlijk als je wint, als je het laatste wordt, dus je, 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 je finish niet, maar je wordt het laatste, dan is het nog steeds, ik denk dat er, dat rond de 260.000, 280.000 dollar is. Dus het is natuurlijk een hele dure sport, maar je krijgt er ook wel heel veel voor terug. Het is op een andere manier economisch neergezet dan dat het in zeg maar, Europa is? Ja, dat is zeker inderdaad. Als je ziet bijvoorbeeld, zelfs grote races, net als 24 uur Spa, noem ik maar. Ik denk als je daar wint, is dat 25.000 euro die je kan krijgen. Maar als je dan ziet in tegendeel wat het heeft gekost. Ja, dat is eigenlijk alleen van het prijsgeld. Is dat niet, nooit rendabel te maken, laten we zeggen. En dat is dan ook nog omdat Spa een van de grote races is. Maar bij de andere races is dat uh, nog veel minder. Hoe ga je dat doen met Heesenberg Racing? Heb je een soort lange termijn plan? Ja, dus uh, het idee is eigenlijk om. Als wij in 2022 dan met de nieuwe cup auto zouden beginnen, is om dat eerst uh, eigenlijk te bouwen op een basis van, laten we zeggen, 8 tot 12 races, bepaalde selectieve races, en dan het eigenlijk probeert door te bouwen. Dus hopelijk het tweede jaar kunnen we naar mogelijk een fulltime schedule, of dat we laten zeggen van de 36 dat we er 25 doen, en dan zeker voor het jaar erop dat we dan eigenlijk fulltime zouden zijn. Dus eigenlijk is het idee om, voor, volgend jaar is een, is een testjaar, om, uh, om ons zelf uh, aan te passen aan, het, uh, aan, het, aan de Cupseries. En dan eigenlijk een jaar erop willen we al fulltime gaan.